Jessica Larive werkte ruim 26 jaar als jurist in Brussel, Straatsburg en Luxemburg bij verschillende Europese instellingen. Van 1984 tot 1999 was ze Europarlementariër voor de VVD. Na 1999 gooide ze het roer volledig om en begon een nieuw leven in Spanje. In haar boek Duizend plaatsen, één thuis beschrijft ze haar roerige leven vol ups en downs. Wat was voor jou de aanleiding om Duizend plaatsen, één thuis te schrijven? Ja, ik had een heel druk leven in het Europese parlement geleefd. Hè, duizend plaatsen. En ik was een beetje geworden als dat muskushert. Het is een hert wat in zijn lichaam een geur aanmaakt. En daar zijn hele leven achteraan rent. En het arme beest weet niet dat die geur uit zijn eigen lichaam komt. Nou, ik wilde niet langer zijn zoals dat hert en achter status en foto's in de krant en geld en al dat soort dingen aanhollen. Ik wilde dat ene thuis gaan vinden. En dat wilde ik in het boek beschrijven, in de hoop dat andere mensen daar wat aan hebben. Dus dat is wat je met je boek wil bereiken, dat andere mensen er iets uithalen? Ja, in eerste instantie wil ik gewoon een boek schrijven waar mensen een paar dagen plezier aan hebben. Maar ik hoop ook inderdaad dat ze zien aan mijn vallen en opstaan, dat je elke keer weer omhoog kunt komen. En dat je niet als dat hert moet worden. Tenminste, als je gelukkig wilt zijn. En hoe reageren de lezers op je boek? Ja, tot nu toe heel positief. Ik heb fijne reacties gekregen. Ook van mensen die zeggen van nou, ik krijg het geloof in mezelf terug en ik wil ook voor mijn dromen gaan. Dus dat is natuurlijk geweldig. Kunnen we in de toekomst nog meer boeken van je verwachten? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik heb nu de smaak te pakken. Zijn benieuwd. Bedankt. Graag gedaan.